Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Zondag 15 juli. De dag waarop Michael Bogert in 2006 89ste werd in de toeretappe van Béziers naar Montélimar. Welkom bij de ochtendetappe. Servaas Knave heeft van het interview weggegeven. De Nederlandse ploegleider van het Team Sky had het over de dualiteit tussen nummer 2 Chris Froome en de gele truidrager Bradley Wiggins. Enkel de gele trui telt. De tweede plek zullen we niet verdedigen, zei hij. Froome heeft in de tijdrit zijn kans al gehad om voluit te gaan. Hij eindigde toen op 35 seconden. Of hij het beter bergop doet? Nou ja, misschien wel, misschien niet. Nee. De uitleg van Knave kon ons niet boeien. Hij heeft het verder ook nog gehad over het tempo van Froome in plaats van over de aanval. We zijn naar de Tour gekomen met één plan, namelijk dat Wiggins de Tour moet winnen. Natuurlijk zou het supermooi zijn dat we twee mensen op het podium hebben in Parijs, maar enkel het geel telt volgens Knave. Froome wisselt geen woord meer met zijn roomie Wiggins. Dat moet daar gezellig zijn s'avonds op die kamer. Zelfs geen praatje meer met de Australische lolbroeken Michael Rogers en Richie Porter. Hij staat er helemaal alleen voor en heeft geen vrienden meer binnen Sky. Aan de Hollandse ploegen tijd misschien om eens te gaan polsen bij de Brit met Keniaanse roots. Ze zijn nog 2 jaar lopende contract, dus misschien is het af te kopen. Waarom niet? Deze Froome is pas 27 en kan nog jaren mee. De opmerkelijke vertoning tussen ploegmakers Wiggins en Froome lukte niet alleen in het wielerton verbaasde reacties uit. Ook hun vrouwen roerden zich op Twitter. Nog even een korte flashback. In de laatste kilometers van de slotklim naar Tourcoing versnelde Froome plots. Een actie waarmee hij zelfs zijn kopman in de problemen bracht. Na overleg via de oortjes schikte de Keniaanse Brit zich weer in zijn dienaarsrol en wachtte hij Wiggo op. Na de rit hadden beide renners een andere kijk op dit toch wel vreemde voorval. De vriendin van Froome uitte haar frustraties op Twitter. Zo ontgoocheld. Ik weet wat daar is gebeurd, aldus Michelle Count. Als je trouw wilt, koop dan een Froome hond. Ik schat die kwaliteit hoog in, maar er zijn anderen die daar misbruik van maken. Toen mevrouw Wiggins meteen daarna enkel Michael Rogers en Richie Porter de bloemen zette voor hun toewijding en professionalisme, was het hek helemaal van de dam. Typisch, reposteerde Michelle. Toen iemand Cat Wiggins erop attent maakte dat ze de naam Froome in haar tweet niet had gezet, antwoordde ze het volgende. Ik ben er zeker van dat hij alles gegeven heeft, maar de inspanningen van Mick en Richie komen nooit in het nieuws. Meer niet. En of er dan geen spanningen zijn tussen de toprenners? Ik ken Alenkel Bradley, volgens haar. Als er een issue is, is hij zeker niet de aanstoker. Nou, toch duidelijk wel spanning in dat Skykamp. We gaan over naar Mark Mastodont. Door alle crisismaatregelen van sponsoren reizen onze verslaggevers wat achter de feiten aan. En we vragen ons dus ook af, Mart, waar hebben jullie je neergenesteld? Goedemorgen kijkers. Ja, hier zitten we dan. Info en meer valt er niet uit te leggen. Drama en nog eens drama. Mag ik het volgende zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. We krijgen de ene teleurstelling na de andere te verwerken. Maar misschien vandaag. Johnny heeft de etappe van vandaag genoteerd in zijn aankruisboekje. Nee, we waren er even niet. Het had ons mogelijk gemaakt om op zo'n edele leeftijd nog onder de arbeidsvoorwaarden te voldoen. We missen een crew, een chauffeur en vooral veel kijk- en luistergeld. Maar klagen we daarom? Nee. We klagen niet. De Tour wacht op niemand. Ze ook niet op ons ondergeschikt journaaien. Met een wetenschappelijk bureau achter de hand, waarin het archief past in het aankruisboekje van Hogeland, behelpen we ons. Ondersteund door een secretaresse die het werk niet serieus neemt. Heimwee hebben we. Na de vriendelijke opmerkingen van mevrouw Van Zetten uit Tiel, die in ieder geval de Tour nog volgen kan op haar HD-flatscreen. Afgelopen week gaat de vaderlandse geschiedenis in. Ik neem aan dat er niemand over schrijft. Nou ja,
Ik wel natuurlijk. Ik hoop dat u mijn schrijfseltje nummer 74 met zachte kaft weer in de boekhandel weet te vinden. Een tipje van de sluier over het V-woord, het D-woord en de titel? Misschien wel de laatste toer. Laten we eerlijk zijn, en mag ik dat zeggen, we kunnen ons toch geen toer voorstellen zonder ondergetekende. Waarvan achter. Verder met het verdict van gisteren. André Greipel heeft zijn derde ritzege behaald in de toer. In Kadanje hield het Duitse kopman een Lotto Benestol-ploeg met een ultieme jump Peter Sagan af van de groene trui. Nou ja, niet van de groene trui, van de overwinning. Nou, zijn ploeg leverde na de steile Mont Sinclair, waarvan Van den Broek er een beetje indruk maakte, prima werk langs de kunst in deze waaierrit. Ja, het was Van den Broek himself die de laatste gaatjes op de vluchters Vinokor van Albasini dichtweek. Thank you. Die Wiggo drukte speurt aan voor Boris en Hagen, maar die kwamen niet aan te pas tegen Greipel en Sagan. Die Noor werd door de Gros en Cavendish, die waren al gelost, dus dat werd allemaal niks. André Greipel had deze etappe ongetwijfeld met stip aangetuid in het roodboek, want het was op zijn maat gesneden, moet ik zeggen. Het ideale scenario, dankzij magistraal ploegwerk en nou, wel mooi zo langs de Middellandse Zee. Hollandse ploegen. Nee, wij zijn al lang thuis. Met nieuwgeborene en getrouwde Belgische ploegmaten. We gaan maar eens een verbinding leggen met Karel Kettingkast. Ik weet niet of hij de afgelopen week met het hol open of met samengeknopen billen aan het werk was. Het resultaat schijnt wel iets te zijn waar we met z'n allen even bij moeten stilstaan. Hebben we dat, regisseur? Wanneer wel? We hebben tenslotte geen quiz in deze ochtendetappe. Ja, oh, we hebben het. Kijken we naar een bijdrage van de heer Kettingkast. Dag heren, ja, ik kan jullie nog niet zo heel veel vertellen. Ik heb een grote scoop, maar daarvoor moet ik een beetje voorzichtig zijn voordat ik dat allemaal aan jullie kan vertellen. Ik heb deze week gesproken met bijvoorbeeld mevrouw Wiggins. Ik heb gesproken met familie rondom TJ van Gerderen in Alphen aan de Rijn. Ik heb gesproken met intimi rond bijvoorbeeld Christopher Froome. En natuurlijk met de ploegleidingen van Vacan Soleil en van Argos. En ja, er is een heleboel voor de dag gekomen. Een heleboel om over na te denken. En ik denk dat we maar eens moeten nadenken waarom er zoveel Nederlanders naar huis zijn. Waarom de prestaties van de Nederlanders tegenvallen, terwijl bijvoorbeeld zo'n Froome en zo'n Van Gerderen het zo uitstekend doen. Ik kan jullie dus na vandaag zeggen dat er een regisseur deze kant op komt om met mij de reportage in elkaar te flansen. Ik zal er vaart achter moeten zetten. Voorlopig denk ik eventjes aan niets. Het is hier gezellig. Ik moet zeggen, het bevalt me wel. En voor nu, a voermart. We moeten er maar eens over nadenken. Kunnen we dat nog? Ons verstand gebruiken? We leven helemaal in een vreemd landje. Over naar vandaag. Het peloton naalt langzaam, maar zeker de Pyreneeën. In de 14e etappe moeten we op weg naar het Hooggebergte. En daar komen al aardig lastige kols aan. Vooral de laatste klim, de Mur de Piguère, gaat pijn doen in de kuiten. De rit van Limoux naar Foix hierheen is daarom geknipt voor aanvallers met klimkwaliteiten. Vanuit de start loopt de weg direct omhoog naar de eerste klim van de dag, de Col du Portel van tweede categorie. Het is een lekker opwarmetje voor wat er nog komen moet. Daarna glooit het parcours richting de tussensprint. Het puntenklassement lijkt me al beslist in het voordeel van Peter Sagan. Het is dus maar de vraag of de snelle mannen zich hier gaan willen gaan uitsloven. Een kilometer verderop begint namelijk de tweede klim van de dag. Dat is de Portelaire van de eerste categorie. En dat wordt een aardige klim zo tegen een gemiddelde van 7%. De zwaarste stukken bevinden zich zo'n beetje rond de 9e kilometer. Dan loopt de weg wel op tot 10%. Na de afdaling is er dan geen tijd om bij te komen, want het gaat direct omhoog naar de top van de Mur du Biguère van de eerste categorie. De 6 kilometer zijn goed te doen, maar daarna wordt het ook afzien. Stroken van 18% zitten ertussen. En dat kun je letterlijk zien als een muur waarop ze op moeten.
Na het bereiken van de top is het nog circa 40 kilometer afdalen naar de finish. Voor de klassementsrenners ligt de muur de Pugère dus net iets te ver van de finish af. Eventuele tijdverschillen zouden kunnen komen met het afzinken naar voren. En de kans is groot dat de ritwinnaar dus deel uitmaakt van een groepje aanvallers dat al voorop weggaat. Kandidaten voor dat groepje zijn misschien wel Sandy Cazard of Jeremy Roy, die gekke Veuclair en Luis Leo Sanchez. En misschien wel Kettingkas grote vriend Rui Costa. We hopen natuurlijk op Pieter Wening en natuurlijk op Johnny Hogeland. De Zeeuw gaf een paar dagen geleden al aan dat hij juist dit ritje in de Tourbook heeft aangekruist. We zullen het zien vandaag. Met op de achtergrond inmiddels bekende klanken van Marissa, omdat we ons nu eenmaal ook moeten richten aan de redactie in Lissabon. En omdat ik aan het einde van de maand waar ik word uitgestuurd een commerciële samenwerking in het verschiet zie met Olympisch vlammend vuur, wens ik u een prettige toekijkdag. É perder o céu de vista, ser estátua que se insinua. Então, eu não sou fadista, ser estátua que se insinua.